is een project van het ROC ASA samen met een ondernemer. Waarbij leerlingen die dus vaak een andere leerstrategie hebben dan normaal gesproken in de scholen aangeboden wordt, op een praktische manier kunnen gaan leren. Ik ben Wesley Bieris en ik werk in de first class in Amersfoort. Ze besteden ook veel tijd aan je, de leerlingen en leraren. Als je iets snapt, dan helpt de leerlingen je ook. Iedereen leert elkaar wat. Dat is het leuke eraan. En ook kip op breinbrood, uitsmijter ham. Bolletje. Het is superleuk om te werken omdat je mensen ziet groeien. Ze komen binnen en ze kunnen niet eens een mes vasthouden. En ze gaan hier weg en ze hebben hun horeca niveau 1 behaald. Het is niet alleen natuurlijk dat je alleen maar aan het leren bent in de praktijk. Het zien ze er netjes verzorgd uit. En hebben ze schone nagels en komen ze altijd netjes op tijd. En het is ook een beetje opvoedkundig allemaal. Deze opleiding is leuk omdat je heel veel in de keuken bent. En in het restaurant. Je gaat gezellig met de gasten om. En je haalt hier zeg maar 2 diploma's in 1 jaar. Dat is de HAS en de AK. Hierna als ik dit heb afgerond, ga ik hoogstwaarschijnlijk verder door naar het klooster. Dus het leerhotel bij de Stichtse Rotonde. Ga ik verder voor gastheer. Vorig jaar hebben we een slagingspercentage gehad van 90%. Tijdens de diploma-uitreiking heb ik de hele avond door van oor tot oor geglunderd. Niet alleen het kooktechnische, de bedieningsachtergrond, maar mensen die dus op het randje van de afgrond zaten, gaan nu gaan doorstuderen met horeca niveau 2 op een echte ROC. En dat maakt mij heel erg trots op wat we hier aan het doen zijn. Ja, heel betrokken. Een paar keer vragen of alles naar wens is. Heel persoonlijk. Leuke muziek. Ze doen het heel netjes, ze doen het heel bewust. Snelle service. Snel. Oké. Okay. Ja.